Kijk, sommige dingen en dat wil ik je ook gelijk meegeven. En ik weet niet of je daar nog wat op toe te voegen hebt zo meteen. Er zijn sowieso een paar dingen die voor elke gym gelden. Ook in verband met hygiëne, veiligheid. En dat zijn bijvoorbeeld dingen: knip je nagels en zorg dat ze niet super scherp zijn. Dat is iets wat heel veel mensen vergeten, zeker nieuwe mensen. Je nagels knippen is echt van belang, zowel in MMA als BJJ als wat dan ook. Want als het in iemands oog komt, en vaak als je langere nagels hebt, heb je ook vel onder je nagels. Dan kan je infecties krijgen, sneetjes krijgen. Ook als het iemand zijn huid snijdt, het kan best wel risky zijn. Ook al zie je dat misschien niet in één keer. Dat is één hele grote die veel mensen vergeten. We noemden al schoenen op de mat. Dat is echt een no-go, want mensen rollen daar met hun gezicht in. Met open wonden komen ze daar misschien toevallig. Dat is gewoon één vies en twee heel gevaarlijk voor infecties. Dan ook nog dingen zoals piercings of oorbellen uitdoen en kan dat niet in ieder geval aftepen voor je eigen veiligheid, omdat er als er iets tussen komt of er blijft iets haken of een stofje zit eraan, je halve oor kan eraf liggen, overdreven gezegd. Dus dat zijn allemaal dingen als het om veiligheid en hygiëne gaat. Ga dan maar uit van zo schoon mogelijk, zo netjes mogelijk. Ook geen algebruikte kleding gebruiken. Heel veel mensen, nou ja, heel veel mensen. Ik heb het wel eens meegemaakt dat mensen gi's of sportkleding gebruiken die niet gewassen is, die ze al gebruikt hebben. Godver. En weet je, dat als je dat in de gym of thuis wil doen, of als je dat thuis wil doen, oké, weet je, niemand ruikt je. Maar op de gym, je rolt met mensen, je neemt oude bacteriën mee, je stinkt ook vaak gewoon. Hygiëne en veiligheid staan gewoon bovenaan.